Welkom bij een aandeelskunde-podcast. Dit is V5 Globalisering, de wereld van. Dit zijn de paragrafen van het hoofdstuk, vooral theorie. En dit is paragraaf 1, het wereldvoedselvraagstuk. Een introductie van het hoofdstuk waarbij gekeken wordt wat je al weet van het voedselvraagstuk en wat het inhoudt. En je kunt de ruimtelijke spreiding van ondervoeding in de wereld beschrijven. Er wordt steeds meer geproduceerd. En dat zijn een aantal factoren die de afgelopen decennia aan bij hebben gedragen. Dat zijn schaalvergroting, dus minder boeren, groter stukken land. Mechanisatie, lijkt me voor zich spreken. Irrigatie, dus daar waar het gebied eigenlijk te droog is, toch nog zorgen voor kunstmatige bevloeiing van het land, waardoor het vochtig genoeg is. Kruising van gewassen, waardoor er en sterkere gewassen en hogere opbrengst uit een gewas kan komen. Kunstmest, wat natuurlijk de onvruchtbare gronden vruchtbaar maakte. En bestrijdingsmiddelen zorgden ervoor dat er minder oogst verloren gaat door insecten of andere soorten plagen. En antibiotica zorgt ervoor dat dieren langer leven, zodat ze niet door ziektes doodgaan enzovoort. Dus het is allemaal bijgedragen dat er meer voedsel wordt geproduceerd. Voedselzekerheid is de mate waarop mensen ervan uit kunnen gaan dat ze voedsel hebben. En dat is nog in heel veel landen twijfelachtig. En dat heeft ook onder andere te maken dat er steeds meer mensen op aarde zijn. En als we gaan kijken naar de groei van de wereldbevolking, dan zie je dat in 1950 2,5 miljard mensen. En we gaan richting de 10 miljard de komende 20, 30 jaar. Dus we zitten behoorlijk in de groei. En ondanks dat er een hoge productiviteit is, dus per persoon, per hectare, per dier, is niet iedereen verzekerd van voedsel. En dus als je het hebt over voldoende voedsel, dus voedselzekerheid, blijkt dat het bij voldoende voedsel gaat om genoeg energie om te leveren. Dus je hebt een bepaalde energiebehoefte nodig. En die energiebehoefte, die is voor een volwassen man anders als een als een volwassen vrouw. En een kind heeft een andere energiebehoefte. Dus daar kunnen we even naar kijken. De energiebehoefte verschilt per persoon. Het hangt dus af wat je doet. Maar ook een man en vrouw zitten dus verschillen in. Dus als je het hebt over kilocalorieën, dan heeft een vrouw dagelijks aan 2000 voldoende. Een man aan 2500. Waar zitten dan de voedingsstoffen in, de voedingsstoffenbehoeften? We hebben behoefte aan koolhydraten, eiwitten, vitamine, mineralen en vetten. En deze zijn dus nodig om opbouw en reparatie van het lichaam zo goed mogelijk te houden, waardoor er geleverd kan worden. Wat is nog meer belangrijk bij voedsel? Is dat het veiling is, de veiligheid. Dus bedreigingen van de voedselveiligheid zijn onder meer het gebruik van te veel bestrijdingsmiddelen of geen hygiëne als je het bereidt. Denk aan vervuilde rivieren waar water uitgehaald wordt om te koken. En dan heb je nog ook een voedselvoorkeur wat betreft cultuur. Want in sommige culturen, religies, spelen voorkeuren een belangrijke rol. Denk aan Hindoes. Geen rundvlees, maar ook varkensvlees in een aantal geloven verboden. Ondervoeding. Er zijn twee soorten ondervoeding. Als je het hebt over kwantitatieve honger en we kunnen het hebben over kwalitatieve honger. 1 op de 9 mensen in de wereld krijgt te weinig energie. En deze mensen lijden aan kwantitatieve honger. Dus dat betekent gewoon dat je bijvoorbeeld maar 1800 kilocalorieën binnenkrijgt, terwijl je er 2500 nodig hebt. Aan de andere kant heb je ook kwalitatieve honger. Dat is dat ze wel voldoende energie binnenkrijgen, maar dat de mate van voeding dus niet afwisselend genoeg is, waardoor je dus niet genoeg vitamine, aminozuren, jodium binnenkrijgt. En dit kan dus nadelig zijn voor het immuunsysteem en nadelig zijn voor groei en schoolprestaties enzovoort. Dus sommige mensen hebben gewoon echt honger, dat je het hebt gewoon te weinig eten. En andere volken die hebben wel voldoende voedsel, maar die hebben geen variatie in het
dieet en daardoor lijden ze nog steeds honger. Nou, armoede en honger is zeker afgenomen als je kijkt naar de laatste decennia. Dat is echt een stuk beter gegaan. En nog steeds miljoenen mensen met honger. Dat zien we straks in paragraaf 9 zien we dat terug. En het probleem is dat de voedselproductie gaat niet zo snel omhoog als de bevolkingsgroei. Dat zien we straks in paragraaf 3 weer terug. We zien ook dus dat armoede wel degelijk afneemt. Dus het is allemaal wel beter aan het worden. Maar ja, als er steeds meer mensen bijkomen en de voedselproductie kan dat niet aan, dan heb je op een gegeven moment een probleem. Dus daar gaan we de komende paragrafen naar kijken. Dus als het goed is, heb je nu een beetje een beeld wat voedselvraagstuk is. Dat er verschillende soorten honger zijn en dat een verschil is in plekken waar wel een tekort is en geen tekort. En dan zijn we al aangekomen bij het slotstuk van deze paragraaf. Meld je aan op Daan Pijpaard op YouTube, zodat je op de hoogte blijft van alle andere podcasts die komen. En dan wens ik je succes met het leren.